Ja. Eelco, het werd net al gezegd, je hebt behoorlijk lang voor Nieuwsuur, NOS, verslag voor ons gedaan vanuit Washington en veel meer plaatsen in de Verenigde Staten. Wij hebben hier in Nederland volgens een heleboel collega's van je in Den Haag voor het eerst meegemaakt dat het persoonlijke in de politiek kwam. Het persoonlijke in de politiek kwam in de vorm van de vader van staatssecretaris, ook PvdA, Van Rijn. Ja. Toen uitlekte zijn vader, ze beklaagde in een krant, dat zijn moeder, dat de urine langs haar benen liep. En dat ze heel slecht verzorgd werd, om het kort te maken. Dat is de aanleiding. Kun jij er iets meer over vertellen waarom dit jou triggerde? Wat zag jij? Ja, nou, het is, we hebben het dan over het persoonlijke in de politiek. En dat is natuurlijk niet begonnen bij Van Rijn. Je hebt meerdere voorbeelden in het verleden van Elko Brinkman die zijn vrouw op het podium haalde om iets minder als een robot over te komen. En Wouter Bos met zijn lege kinderwagen en Diederik Samson met zijn gehandicapte dochter en de zorg die zij nodig heeft. Maar dit was weer iets anders, zei men althans, en las ik ook op allerlei plekken. En dan valt al snel het woord Amerikaanse toestanden. Als het gaat over Van Rijn, nou ja, je legt het verhaal uit. Het AD kwam min of meer toevallig op het spoor van dit verhaal, want ze waren met iets anders bezig. En toen kwamen de klachten van Joop van Rijn en Ben Oude Nijhuis, die in één week wereldberoemd werd in Nederland. En die klaagden, of klagen is misschien te negatief, maar die hadden grote zorgen over hoe hun vrouwen werden verzorgd in het verpleeghuis. Dan gaan we even terug, want iedereen was stom verbaasd eigenlijk toen dat gebeurde. Martin van Rijn zat bij Pauw de volgende dag. Die kreeg daar uiteindelijk, tot op het eind denk ik, ook wel sympathie van de meeste kijkers. Omdat, nou ja, hij daar in één keer mee geconfronteerd werd. Hij zat er dezelfde dag, hè? Want het is wel even hij zat er dezelfde dag, sorry, diezelfde avond dat het AD verscheen. En het was een zoon die kampte met de problemen van zijn ouders. Het maakte wel sympathiek. Hij wekte de indruk dat het iets wat hij liever verborgen had willen houden, in één keer publiek werd. Nou, dan gaan we even terug naar het eerste debat als staatssecretaris dat Van Rijn voerde. Dat was eind 2012, december 2012. Zijn eerste debat dus met de Tweede Kamer. Voorzitter, ik ken een echtpaar op leeftijd. Bijna 58 jaar getrouwd, altijd spaarzaam geleefd en altijd hard gewerkt om het wat beter te krijgen voor later, vooral voor hun kind. De laatste decennia wordt het zwaarder. De chronische ziekte van de man trekt zo nu en dan een zware wissel op de gezondheid. Maar vooral de sluipende Alzheimer bij de vrouw verandert de toekomst dramatisch. Hij is redelijk tevreden over de kwaliteit van het verpleeghuis, maar het is voor hem natuurlijk geen alternatief voor thuis. Familieleden en vrijwilligers willen bijspringen, maar de organisatie daarvan is moeilijk. Hij heeft geen of nauwelijks contact met de huisarts. En ja, twee keer per jaar is een gesprek over het zorgplan in het verpleeghuis, maar voor hem is dat natuurlijk meer een papierexercitie dan een gesprek over wat het beste zou zijn. Uiteindelijk lukt het de man om een flat dichtbij te krijgen, dankzij de bemiddeling van de zorgaanbieder. Voorzitter, ik ken deze man en vrouw zo goed, omdat het mijn vader en moeder zijn. En dit is wat mij motiveert om een rol te willen spelen in de enorme opgave waar we als samenleving voor staan. Hij komt er zelf mee, Eelco. Ja, ik was dus stom verbaasd. Ik weet dat er morgen een interview met Van Rijn in de Volkskrant verschijnt. En daar gaat hij in zeggen dat hij helemaal is overvallen en het onbegrijpelijk vindt dat dit zo'n gedoe is geworden. Nou, toen kreeg je uiteraard de vraag van de verslaggever, maar u begon er zelf over in de Tweede Kamer. Hij gaat morgen in de Volkskrant kennelijk zeggen dat dat helemaal er niet toe doet, dat dat helemaal niet uitmaakt, dat dat nog geen reden is voor journalisten om daar vervolgens op verder te gaan. Ik vind dat zelf vrij onbegrijpelijk, aangezien hij het heel duidelijk hier te berden brengt. Maar goed, of dat nou terecht is of niet, dan valt dus al heel snel de term Amerikaanse toestanden. Dus ik heb even gekeken in Amerika hoe dat dan gaat, deels uit eigen geheugen en deels dankzij YouTube. Dus dat wordt dan even een collage van Amerikaanse voorbeelden. Ja, neem ons mee, vertel wat we gaan zien. Ja, nou, het eerste fragment komt van Barack Obama, inmiddels president. Hij voert dus een hele campagne eigenlijk op twee thema's, tegen de oorlog in Irak en voor universele gezondheidszorg. Nou, bij dit fragment is hij net president en spreekt in een zaal met doktoren toe en ook hij maakt het heel persoonlijk. I know you see it in your practices and how incredibly painful and frustrating it is. You want to give somebody care and you find out that the insurance companies are wiggling out of paying. This is personal for me also. I've told this story before. I'll never forget watching my own mother as she fought cancer in her final days
Spending time worrying about whether her insurer would claim her illness was a pre-existing condition so it could get out of providing coverage. Ontroerend, ja. Maar... Ja, ontroerend. Het klein probleem, het klopt niet, wat hij vertelt. Hij zegt dus dat zijn moeder op haar sterfbed moest vechten voor dat haar behandeling ook vergoed zou worden. Nou, dat is niet waar. Er is een paar jaar later een biografie van een journalist van de New York Times geschreven, een biografie van zijn moeder. Dat gaat helemaal over zijn moeder. En dan blijkt dat vanaf het begin duidelijk was dat haar behandeling vergoed zou worden. Alleen dat kwam Obama op dat moment heel goed uit om het wat gedramatiseerder neer te zetten. Wat wel zo is, is dat zijn moeder moest vechten voor een soort sociale verzekering voor arbeidsongeschikten. Maar en die kreeg ze later niet, maar dat is niet waar hij het nu over heeft. Maar er zit iets veel chockerenders toch in? Ja, wat er ook in zit is dat hij zegt, hier laat hij nog een beetje in het midden. Hij zegt, I watched her during her final days in het ziekenhuis. In andere interviews zegt hij min of meer dat ik de laatste dagen van haar leven naast haar bed zat. De laatste 4 maanden van het leven van zijn moeder heeft hij haar helemaal niet meer gezien. Want zij woonde op Hawaii en hij voerde campagne in Chicago. Hij kwam terug naar Hawaii toen ze heel ziek was, alleen dat was een dag nadat ze gestorven was. Dat is hem uiteindelijk best een beetje vergeven. Althans, het is niet een enorm ding geworden. Hij was ook al president. Maar ja, het brak nog iets af van het idee dat Obama een andere politicus zou zijn die trucs niet nodig had. Want hij gebruikte die trucs dus ook. Goed. Dus de les hiervan is, als je dan toch je eigen familie hebt bijhaald, lieg er dan niet over. Vertel de waarheid. Vertel de waarheid. Volgende fragment, de waarheid of een leugen of horen we dat erna? Wat is ook weer het volgende fragment? Nou, De dochter van Sarah Palin, kandidaat voor het vicepresidentschap in 2008 onder McCain. Kort voor de verkiezingen kwam ook over haar nieuws. Schokkend nieuws. And yet there is another political story that has broken this morning. One that involves Sarah Palin, the new vice presidential candidate to run alongside John McCain. We're getting word from Reuters and other sources this morning that her 17-year-old daughter, Bristol, has confirmed that she is now 5 months pregnant. Bristol apparently plans to marry her boyfriend. She is not married at the time, again, 5 months pregnant. And sources in the McCain campaign are now telling reporters that John McCain knew of the pregnancy before he tapped Bristol's mom, the governor of Alaska, Sarah Palin, to be his running mate. And he did not feel in any way that that was a Dat is gebeurd, toch? Ja, nou ja, dit vind ik wel interessant, omdat het gaat dus over een hele conservatieve politicus. En ook in Nederland heerst denk ik het idee bij ons allemaal en bij de pers dat als dit soort familiekwesties bij conservatieve politici, dat is al snel een ding. Hè? Dus wij vinden Jack de Vries die vreemd gaat, vinden wij een verhaal, want dat is een gezinspartij, het CDA. PvdA die vreemd gaat, dat vinden we, dat schuiven we op de grote berg met PvdA-problemen. Maar dat, VVD'ers ook, geloof ik. Dat vinden we verder niet bijzonder. En VVD'ers zijn ook allemaal van die losbanden. Zijn allemaal van die losbanden, behalve... Ja. Overigens een uitstekend kamerlid. Ja. Maar dat geldt terzijde. Gaat u door. Focus. McCain had dat ook zo kunnen bedenken. Hè? Dus een zwangere tienerdochter, dat wordt een probleem. McCain wist dat de dochter van Palin zwanger was voordat hij haar uitkoos als vicepresidentskandidaat. Maar hij calculeerde, dit kan wel eens in ons voordeel werken. En dat was in dit geval dus ook zo, want de dochter van Palin, een zwanger meisje van 17, daar kunnen een heleboel Amerikanen zich in herkennen. Het gezin Palin had ook al een kindje met een Down-syndroom. Dus dat, ja, het drama van de familie Palin was compleet. En na deze zwangerschap, het is ook op een gegeven moment moeilijk verborgen houden, schijnt. Maar steeg Palin ook enorm in de pijn. Inmiddels is er weinig meer van de vernomen. Maar het kan dus in je voordeel werken. Maar je moet eerlijk zijn, is eigenlijk de boodschap. Je moet altijd eerlijk zijn. Okay. Goed, ja, maar ja, ik weet dat. Zo, maar, en dan hebben we nog eens, we hebben die burgemeesterverkiezingen in New York gehad. Ja, nog een dochter. Dat is de nieuwe First Family van New York, de familie de Blasio. Hebben we 2 fragmenten volgens mij achter elkaar van de dochter van de familie de Blasio. Het eerste fragment is voor de verkiezingscampagne. Hij werd vorig jaar, geloof ik, eind vorig jaar gekozen. Het tweede fragment is na de verkiezing van haar vader. Hi, I'm Kiara de Blasio. I'm 18 years old and this will be my first election. I'm so excited to vote for my dad in this election because if I want to see changes happen in the world, then I need to put my vote out there. I need to choose my own leaders because if I don't pick my own leaders, there's only so much that one person can do alone. However, one person's vote can make all the difference. Every kid who grows up in New York grows up pretty fast. It's astonishing. I've had depression, like clinical depression, for
like my entire adolescence. And so that's been something that I've always dealt with, or not known how to deal with. It made it easier, like, the more I drank and did drugs, to share some common ground with people that I wouldn't have. It didn't start out as, like, a huge thing for me, but then it... Ja, dus hier, de dochter van de Blasio, de nieuwe burgemeester, vertelt hier na zijn verkiezing dat ze depressief was en drugsverslaafd. Dan zou je zeggen, in New York win je alleen maar stemmen als je dat soort dingen erbij vertelt. Het is natuurlijk een hartstikke linkse stad waar niemand echt onder de indruk is. Is in dit geval, de familie de Blasio, daar is al iets mee, kan je zeggen. Het is een biracial family, dus de vrouw van de Blasio is zwart en de vader, de Blasio zelf, is blank. Dan heeft de moeder, deze zwarte mevrouw de Blasio, ook nog een lang verleden als lesbienne. Zo begon ze haar amoureuze carrière, twee decennia lang. En pas later viel ze op mannen en dat werd dan gelijk de nieuwe burgemeester. Dus toen hebben zij gecalculeerd, als we aan een biracial marriage en een lesbische moeder, voorheen lesbische moeder, ook nog een drugsverslaafde dochter toevoegen, dan kan dat zelfs voor New Yorkers wel iets te veel zijn. Dus dat bewaren we voor na de verkiezingen. Dus de les is, wees eerlijk, maar niet te eerlijk. Ja. Je moet het een beetje doseren, eerlijk. Je moet het doseren, goed. Ja. Maar er zijn ook nog mensen die hebben broertjes en zusjes. Hoe erg is dat? Dat is ook erg leuk. Het eerste fragment is Roger Clinton, de halfbroer van Bill Clinton. En dat is vooral leuk omdat hij van de Secret Service, dat hebben alle familieleden van presidenten, een bijnaam heeft gekregen die we allemaal willen. Zijn bijnaam bij de Secret Service is headache, hoofdpijn. Omdat hij verslaafd is aan drugs, hoeren en andere geneugten. En daar telkens ook zijn broer, die er toch ook wel iets van kon, in de weg zat. En daar wordt hij mee geconfronteerd bij David Letterman. Roger, welcome to the program. Thank you very much for being here. Let me ask you about that. Is that true that your code name is Headache? I let them say just about whatever they want to say. Probably not a bad idea. Nou, dat is dan nog geinig, kan je zeggen, de codenaam Headache. Maar af en toe duiken er broers en zussen op die het echt op beleidsterrein oneens zijn met de kandidaat. Zoals de halfzus, zeg ik erbij, van Newt Gingrich. Hij is een homo-activiste. Gingrich was een fanatieke Republikeinse presidentskandidaat en tegen althans tegen het homohuwelijk. Yeah. You know, I know that at the end of the day, he's wrong. He's on definitely the wrong side of history when it comes to those issues. And it's those positions that, you know, the Human Rights Campaign and myself are going to work really, really hard to make sure that President Obama is reelected next year, no matter who the Republican candidate is. Ja, en dan een Nederlands voorbeeld. Paul Wilders, de broer van Geert Wilders, die zat bij Paul Witteman een paar jaar geleden. Bent u wel eens trots op uw broer? Niet in de politieke zin. Nee? Het is niet dat u op een feestje bent en zegt van, nou inderdaad, het is mijn broer. Nee, dat is niet zo. Ik heb wel waardering voor het feit dat hij het spel, wat in principe politiek voor een groot gedeelte is, redelijk in de vingers heeft. En daar heb ik waardering voor, want dat is een vakmatige beoordeling. Maar dat maakt niet dat ik als zodanig waardeer in wat hij daarmee doet. Ja, ik heb ook de broers en zussen uitvoerig geanalyseerd. En mijn conclusie is dat die vrij onschuldig zijn. Dus af en toe duikt een broer op en dan zijn ze meteen weer weg. Dus deze Paul Wilders heeft één keer in een tv-programma gezegd: broers en zussen kunnen geen kwaad. Kunnen echt helemaal geen kwaad. Broers en zussen hoef je geen seconde zorgen over te maken. Okay, en hoe is dat met vaders? Kijk, en dat is iets heel anders. Over vaders moet je je wel zorgen maken. Denk alleen al aan Obama, die de hele discussie of hij wel Amerikaans is of uit Kenia kwam. Dat kwam allemaal door zijn vader, die uit Kenia kwam. En we kijken nu naar twee presidentskandidaten bij de Republikeinen voor 2016. Dat zijn eigenlijk de twee mannen die nu, zou je ze als de koplopers in de Republikeinse race kunnen beschouwen. Dat kan nog veranderen, maar deze trekken absoluut alle aandacht. En die hebben allebei last van een vader. Althans, die kunnen ze krijgen. Dit is links Rand Paul. Misschien wel de meest interessante man momenteel in de Amerikaanse politiek. Senator van Kentucky. En naast hem Ron Paul, zijn vader. En ook senator geweest en afgevaardigde geweest en voormalig presidentskandidaat. Die heeft allerlei lelijke dingen over zwarte en over homo's gezegd. Geloofde ook dat 9-11 een soort Amerikaanse samenzwering was. Over zwarte heeft hij bijvoorbeeld gezegd dat je bepaalde delen van New York beter Lazyville zou kunnen noemen. Omdat er zoveel zwarte wonen. Dat zou dus best kunnen dat zijn zoon, die toch iets minder radicaal is, daar nog last van krijgt.
Het volgende voorbeeld, daar hebben we een filmpje bij. Dat is de grote held van de Tea Party, Ted Cruz, senator uit Texas. Zijn vader is gevlucht uit Cuba, gevlucht voor Castro. En is heel bekend ook als activist binnen de Republikeinse conservatieve vleugel, zeg maar. Die zegt ook over zwarte allerlei hele lelijke dingen. Dan zegt hij bijvoorbeeld, de gemiddelde zwarte begrijpt absoluut niet dat ze niks hebben aan het minimumloon en andere dingen over de intelligentie van zwarte. En die verschijnt dus heel vaak met zijn vader op het podium. En dan zegt hij dit soort dingen. Dit is niet eens het meest radicale voorbeeld. Maar kijk even. Thank you to Governor Huckabee for your friendship and your leadership. You know, Ted, I remember as I grew up in Cuba under an oppressive dictatorship. I was in prison, I was tortured, but by the grace of God, I was able to come to the greatest country on the face of the earth. Thank you. Thank you. It is such an honor to be here with so many patriots. And as Jackie mentioned a minute ago, I grew up in Cuba under a strong military oppressive dictatorship. So as a teenager, I found myself involved in a revolution. I remember during that time, a young charismatic leader rose up talking about hope and change. His name was Fidel Castro. Nou ja, in allerlei andere optredens doet hij, deze man er alles aan om Obama als een pure communist neer te zetten. Nogmaals, het is ook een racist. Hij zegt allerlei lelijke dingen over zwarte Amerikanen. Mijn conclusie is dus dat vaders, want moeders die verschijnen niet zo heel erg, dat vaders het lastigste zijn. Wat we nu niet echt hebben gezien is echtgenotes, maar echtgenotes in de Amerikaanse politiek die verschijnen even tijdens de campagne als ze kandidaat zijn. Daar verschijnen ze nog even als de kandidaat eenmaal vreemd is gegaan als politicus. Dan gaan ze achter hem staan terwijl hij sorry zegt en daarna verdwijnen ze weer van het podium. Maar de vaders, die moet je dus in de gaten houden. En nu begonnen we over de Amerikanisering van de politiek en dat persoonlijkheid de politiek wordt. Volgens mij is het zo dat we in veel opzichten, en dat is wel serieus, dat persoonlijk in de politiek in Nederland misschien verder gaat dan in Amerika. Want wat Samson doet door zijn gehandicapte dochter, dat is natuurlijk heel erg persoonlijk in die campagne te trekken. En nou, van een aantal keren te noemen. Dat gaat niet minder ver dan sommige Amerikaanse politici dat doen. Het probleem is dat we in Nederland volgens mij niet echt weten wat we nou willen met die families. Gaan we daar de campagne op? Nou ja, het lijkt alsof iedereen aanvoelt, of dat nou terecht is of niet, dat je familie er een beetje bij betrokken moet worden. En tegelijkertijd, maar hoe doe je dat dan? Dus Wouter Bos gaat voor de story achter een kinderwagen lopen, maar die kinderwagen is leeg. Martin van Rijn die brengt zijn ouders dan wel in het debat, maar is volgens stom verbaasd als iemand anders daarop terugkomt. En het beste voorbeeld, en daar wil ik mee afsluiten, komt van Sybrand Buma. De CDA-leider. De leider van het CDA, ja. die dekt een ontbijttafel, maar niemand weet voor wie. De gezinspartij. Let u op. Het gezin is de plek waar mensen thuis zijn. Waar kinderen veilig opgroeien. Waar mensen verantwoordelijkheid voor elkaar dragen en voor elkaar zorgen. Waar grenzen worden gesteld als dat nodig is. Die thuisbasis, in welke samenstelling dan ook, is onbetaalbaar en onvervangbaar. Daarom kiezen wij voor lastenverlichting en ondersteuning van jonge gezinnen. Voor meer mogelijkheden voor ouders om werk en thuis beter te combineren. Voor veilige wijken en goede scholen. Voor meer preventie en goede gezondheidszorg. Ja, korte analyse hiervan dus. Het is duidelijk, hij dekt de tafel voor een niet bestaand gezin. Als je dit aan Amerika laat zien, dan denken mensen dat die man die praat aan het ontbijt met geesten. En wat verder heel opvallend is, maar ik ben een alfa, dus ik heb er geen, maar hij zet dus hij doet een theezakje in een kopje, giet er water bij en drinkt vervolgens een slok koffie. Even, ik wil even met jullie terugspringen naar het begin. Het begin namelijk van Rijn, die diezelfde avond, nadat we het gezien hebben, in de Kamer zelf over begon, maar ook bij Pauw is gaan zitten. Ik wil even de mening hebben van jullie ook allebei, en dan ook van jou natuurlijk. Was het nou verstandig dat hij daar ging zitten, Jos? Nou, ik vond het, persoonlijk vond ik het eigenlijk wel moedig om het wel te doen. Maar die voorgeschiedenis was natuurlijk heel raar. En daardoor werd hij ook min of meer gedwongen om daarbij te gaan zitten. Want het AD had natuurlijk dat verhaal. Die had aanvankelijk in dat verhaal ook gewoon staan
dat vader van Rijn ook inderdaad de vader van Martin van Rijn was. We zien hier achter jou even het stuk in het AD. Soms loopt de urine langs de enkel, langs haar enkels. Maar er stond nog niet in dat Maar er stond aanvankelijk stond daarin dat dit de vader was van de staatssecretaris Martin van Rijn. En toen? Toen heeft de directeur voorlichting van het ministerie van Volksgezondheid heeft die gebeld. Die zelf werkte bij het AD vroeger? Die vroeger een bekwaam parlementaire redacteur was bij het AD. Die heeft gebeld naar de hoofdredacteur van het AD. Die toen hij er nog zat, dus die directeur. Toen was die huidige hoofdredacteur was sportredacteur bij het Algemeen Dagblad. En keek heel erg op tegen de huidige directeur voor. Kun je het nog volgen eigenlijk? Ja? Even voor de helderheid. We hebben hier te maken met de hoofdredacteur van het AD. Voormalig sportverslaggever. Heeft een communicatie met zijn voormalig baas, de hoofdredacteur van het AD, die inmiddels dus hoofdcommunicatie van het ministerie is. Juist, dat is precies. En die heeft gezegd, haal het eruit. En, dan krijg je morgen een interview. Dat heeft die hoofdredacteur gedaan. Die heeft dat niet overlegd met de parlementaire redactie. Niet met de schrijvers van dit stuk. En dat is natuurlijk een drama van je wel. Terwijl ik denk dat het heel makkelijk had kunnen worden opgelost. Gewoon laten staan. Niet wijken voor druk van het ministerie. En maak er een kadertje bij en laat de staatssecretaris reageren wat hij ervan vindt. Ja. Maar dat deed hij namelijk de volgende dag wel. Hij kon niet anders dan te gaan zitten, zeg jij. Ja, ik vond het wel. Want juist omdat het zo raar gelopen was, omdat eerst in de krant niet staat dat het zijn vader is. Vervolgens een paar uur later blijkt dat het wel zijn vader is. Ja, hij moet daar iets over zeggen. Okay. Hoe hij het dan doet is punt 2. Dat vond ik niet echt indrukwekkend. Ik vond wel dat hij heel goed begon. Maar aan het eind ging hij min of meer ruzie staan maken met die vriend van zijn vader. Ja, daar moet je boven staan. Ja. Annemarie, hoe heb jij dat ervaren? Vond je het goed die daar zat? Of dacht je man, was thuisgebleven? Nou ja, je ziet bij hem heel erg. Kijk, hij is jaren topambtenaar geweest, hè, Martin van Rijn. Die heeft jarenlang op ministeries de ene nota naar de andere geschreven. Ministers uit de problemen gehouden, verzin het maar. Ja, hij is overduidelijk niet iemand die ontzettend meelevend kan gaan zitten doen. Wat volgens mij een... als je het hebt over het verschil tussen Amerika en hier. Wat wel heel bijzonder was volgens mij, was het moment dat het ook werkelijk in de Tweede Kamer tot een debat moest komen over de situatie van de moeder van Martin van Rijn en wat die vader daarvan vond. Want de SP, Renske Leijten, die vroeg toen een debat aan. En dat was wel. En die zei erbij, volgens mij, ja, want hoe de staatssecretaris hiermee om is gegaan, dat heeft toch wel effect op het vertrouwen dat wij in hem hebben. Ja, en dat is heel erg heftig. Maar niet, dat sowieso. De vertrouwensvraag is altijd een donderwolk boven de politici. Maar vooral dat je een debat over iemands politieke situatie aanvraagt. Nou, dat is bij Samson en zijn dochter niet gebeurd. Iemands persoonlijke situatie. Ja, iemands persoonlijke situatie, iemands privéomstandigheden. Ja. Dat is wel een stap die niet eerder is gezet. Maar even, Ilko gaf duidelijk aan, als je jezelf, eigenlijk je familie, onderdeel maakt van je beleid, zoals hij dat gedaan heeft, aan het begin van zijn bewindspersoonsperiode. En dan nu in één keer zo'n soort spagaat zegt. Dus dat je woordvoerder laat zeggen, laat ze niet in het AD publiceren dat het om mijn vader gaat. Er zit natuurlijk wel een rare spagaat in. Het is het een of het ander. Of je brengt je familie ten tonele. Precies. Staat ervoor of niet. Nee, dat ben ik zeker met je eens. Het is ook wel een gekke deal, bedachten we later trouwens nog. Want eerst, je sluit een deal. Oké, we zeggen eerst niet dat het je vader is. Maar vervolgens ga je een toelichtend interview geven over iemand die niet je vader is. Dat kan feitelijk ook niet, volgens mij. Helder. Dames en heren, inmiddels bent u gewend aan een beetje applaus. Dus ik stel voor tot zover het item van Jos Heijmans. Nee. Pardon. Nee. Van Eelke Bos van Roosentaal. Eelke Bos van Roosentaal, dames en heren. Familie in de politiek, ja of nee? Dankjewel. Mooi dat je ons